Zijn we live? Verrassing! Verrassing! Wij. Dat is super gaaf. Maar wat is nu het thema? En dat wordt de Remus voor jullie. Wordt het Belle en het Beest? Hebben we al gedaan, zijn we ooit mee begonnen. De jeugdigen van Duun zijn inmiddels lekker de fans en de sporters en de mensen achter de schermen. Tarzan? Helaas, ook niet meer. We hebben inmiddels genoeg aapjes in de les. Mulan zullen we nooit meer overtreffen. Behalve het fantastische thema en de warme herinneringen blijft de kleur nog steeds in de dansschool hangen. Assepoester? Met de twee boze stiefzussen en de boze stiefmoeder hebben we ook al gedaan. Terug onder water, vanuit het bos, via de sprookjeswereld naar de mooie onderwaterwereld, zijn we ook al geweest. Zullen we ons dan nog een keer laten betoveren door een Disney sprookje? Wie zal het zeggen? We maken voor jullie een rebus met alle docenten van ID Dance die een letter geven. Die letters samen maken ons thema. Raad hem, vraag het ons en jij weet het thema van de voorstelling van volgend jaar. De letter die je van mij krijgt, is de eerste letter van mijn naam. Veel succes! Jorg hier, van ID Dance. Kijk naar mijn schoenen. De eerste letter van mijn schoenen. De eerste letter van mijn achternaam. En de eerste letter van mijn achternaam. De eerste letter van mijn naam. De zesde letter van de stem waarin ik lesgeef. De eerste letter van mijn naam.
Wat is blauw? Ze heeft een baard. Een staart. En poeft tevoorschijn.